Milicevic. Voor Kubo. Niemand echt voor de goal, dus moet Milicevic mee gaan opschuiven. Er is volk op komst, Jaremczuk, maar ook de Jager. Die vindt op links Simon. En dan met zijn rechter knallen, Moses Simon. Ja, dat is de eerste echte volwaardige kans, zeg maar, na dik 10 minuten. Werk van Kubo. Ja, terwijl de Japaner dacht van misschien verdien ik hier wel een penalty. Het is net andersom. Verbom. Ja, Kubo had hem eerst wat vast bij het shirt, maar dan Verbom toch ook duidelijk het shirt van Kubo. Lambrecht vindt de beslissing. De hoekschop. In de slotfase van de eerste periode en de kans voor Kortrijk om 1-0 voor te staan bij de rust. Maar dat gebeurt niet. Het blijft 0-0. Na een teleurstellende eerste helft die wel gedomineerd werd door Gent. Maar in Kortrijk op het eind nog twee dikke kansen had. Kijken voor Zico. Als goed gevoetbald. Simon, het schot van Simon, de goal voor Agent. 0-1 voor de Buffalo's en het is de bedrijvigste man op het veld. Die scoort een uur ver en het staat 0-1. Er was een goede aanval over de rechterkant met de inbreng van Zico. En uiteindelijk Fransman die voor de assist zorgt. Deze cross belong bij Simon en dan gaat hij hem lekker binnen. Buitenbereik van Kaminski. Milicevic met de corner. En Brom gaat hij nog eens een kans krijgen. Ja, hij schiet hem uiteindelijk in de paal. Via Kortrijksbeen, Kaminski bijna verrast. En Brom een paar keer gedreigd met het hoofd, niet met de voet. Dane. Chevalier voor Kagé. Oh, la, 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 la. Dat kan hij natuurlijk. Dat pure talent heeft hij in zich. Hervé Kagé. Jawel, het is ook zo'n mannetje dat een verleden heeft bij de tegenstander. Ze lopen er vandaag heel veel op het veld. Kagé met een goal die letterlijk uit de lucht komt vallen. Maar het is ruim van grote klasse. Hij staat nu op het veld. De eerste goal, maar wat voor een. Hervé Kagé.